Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken sluit het jaar 2021 goed af. De bewindsvrouw op dit departement, Reshma Kuldeep Singh, geeft aan dat het jaarverslag in afrondende fase is. Ondanks alles wat het ministerie gedurende het jaar heeft doorstaan, zegt de bewindsvrouw toch veel te hebben bereikt. Ondanks COVID hebben we heel veel bereikt op het ministerie. En het beleid gaat door. Nu is het echt uitvoeren. U heeft gezien, we hebben het herstelplan. En we hebben tripartiet overleg gehad en we hebben pas MOP goedgekeurd in DNA. Dus nu is het uitvoeren. We gaan nu gewoon gericht op projecten. En het beleid is erop dat we nog steeds het volk dienen, het land dienen. En dat wij sowieso gaan voor projecten nu. Op mijn ministerie sowieso ben ik bezig. Iedereen die recht heeft op een bevordering, die wordt na een evaluatie wordt die bevorderd. En ik ben bezig. Nu heb ik binnenkort ga ik goedkeuren de huldigingen van de mensen die gepensioneerd zijn vanaf 2016, die niks hebben gehad en nooit zijn gehuldigd. Die worden binnenkort in januari denk ik worden die al gehuldigd. Misschien cijfers voor ons, dan gaat het om honderden, tientallen. Nee, kijk, arbeid is een kleine ministerie. Het was toen een kleinere ministerie, nu is het werkgelegenheid en jeugdzaken erbij. Dus het gaat zeker om 300 mensen.